is gewoon heel gek om opeens te vertrekken, toch? Ik bedoel, je bent 3 maanden naar zoiets aan het toeleven en dan opeens zit je in het vliegtuig naar Moskou. En eigenlijk kom je er onderweg pas achter dat je nu 5 weken weggaat. En hoe lang is 5 weken eigenlijk? En dan zit je opeens op de snelweg van Moskou. De zon komt op en je kijkt naar buiten en je ziet alleen maar gebouwen. En we reden door een soort spookstad. Een spookstad. Ja, Marcel zei spookstad. Ik weet niet, het is wel heel groot. Het is groter dan nodig is. Er staan allemaal grote gebouwen, grote oude gebouwen, slecht onderhouden. Dus we hebben een beetje rondgelopen en toen kwamen we op een gegeven moment in een soort van pretpark terecht. Daartussen staan allemaal soort kermisstandjes. Prijsgooien, 5D-televisie, we weten allemaal niet wat het is. Ja, dat was wel tamelijk troosteloos. Toen dachten we echt van, dit is Moskou dan dus. We lopen terug naar het metrostation en als ik kaartjes aan het halen ben, kom ik op een gegeven moment buiten en ik zie Johan met een paar mensen praten. Een paar christelijke zendelingen uit Utah. Een van de jongens krabbelt op een blaadje voor ons welke haltes we moeten hebben om bij het park Pagetti te komen. Geen idee wat het is, maar daar schijnen mensen verkoeling te zoeken in de avonden en de weekenden. Nou ja, goed. Toen dachten wij, dan gaan wij ook maar gewoon naar Park Pagetti. Want daar zouden echt de mensen in de fonteinen zwemmen. En daar zou het echt een soort van idyllisch Russisch beeld zijn. En daar waren wij natuurlijk wel benieuwd naar. Hier in de metro is het in ieder geval een stuk koeler dan buiten. Ja, je zou denken dat iedereen hier is. En dat is ook wel een beetje zo. Kijk maar om je heen. Alle Russen. En we komen daar aan en toen ontmoeten we in een klein tentje daar tegenover een meisje. Could you show us around? We keken om ons heen en we zagen al die mensen. Voor de rest schoten we wel mensen aan, maar niemand wilde of kon met ons praten. En des te fijner was het dat we toch iemand hadden die ons gezelschap hield. Kijk, dat het een Tweede Wereldoorlogsplein is. Ja, dat is natuurlijk mooi meegenomen voor het feit dat je dan nog iets historisch ziet, maar... Er werd ons toch vooral verteld dat het een plek is waar je naartoe gaat als je verkoeling zoekt of verliefd bent of verliefd wilt worden. Het meisje wat we spraken komt elk jaar naar Amsterdam toe. Dus we hebben afgesproken dat als zij volgende zomer in Amsterdam is, dat wij haar dan onze stad gaan laten zien. Have a nice trip. Thank you. And you good luck with finding a new job. Thank you. You will be fine. Okay.